1939 Gilbert Bécaud, dat was een Franse zanger, componist en acteur. Zijn naam, zijn bijnaam moet ik zeggen, was Monsieur 100.000 pond, dat moet ik in het Frans zeggen, maar ik ben met 100.000 pond in het Frans, dus ik zeg gewoon 100.000 pond. En zo werd hij genoemd vanwege zijn energieke optredens. Zijn bekendste hit in Nederland is Nathalie, een liefdeslied waarin ook de hond uitgesproken wordt tijdens de Koude Oorlog, ontstaande ideologische buren tussen het oosten en het westen geslecht zullen worden. En in Amerika is E Maintenant uit 1961 bekend geworden in de Engelstalige versie What Now My Love. Die Bécaud werd geboren in Toulon als François Tilly en hij leerde al op jonge leeftijd piano spelen en naar het conservatorium in Nice. Maar hij ging in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog van school om bij de Franse ondergrondse te gaan. Hij begon in 1948 liedjes te schrijven na een ontmoeting met Maurice Pilarin, die hem inspireerde. Hij begon te schrijven voor Marie Bizet, Bizet, Bécaud en Valérie. Die werden een succesvol trio en hun samenwerking duurde tot 1950. Zijn hits waren onwerkelijk, echt. Concerten,